Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandagochtend 21 februari, 5 over 6. En ik ben om 5:30 mijn bed uitgegaan. Sterre kwam rond 5:10 voor een voeding. En ik weet dat Lauren altijd echt zo goed als exact om 6 uur wakker is. Misschien een speling van 3 minuten. Dus ik dacht, weet je, ik kan 2 dingen doen. Of ik ga nog een beetje liggen doezelen. Maar ik was helemaal niet moe. En vaak voel je je dan nog veel beroerder als je dan wakker wordt. Of ik ga gewoon mijn bed uit en alvast mijn coaching doen. En wellicht kan ik dan zelfs nog een heel klein stukje editen van de vlog die jullie afgelopen donderdag hebben kunnen zien. Daar ben ik namelijk een heel eind mee. Alleen het laatste stukje moet nog en de intro. Dus ik heb nu al een 30 minuten coachen erop zitten. Lauren is inderdaad wakker. En ik maak nu even brood chocopasta voor haar en alvast voor Mila als ze zo wakker wordt. Zet ik even onder een dingetje dat het niet uitdroogt. En dan kunnen we beginnen aan deze dag. Marco is vrij vandaag. Die gaat hierna weer, oh, ik zit er helemaal onder, weer 4 dagen werken. Lauren gaat zo naar de peuterspeelzaal. Mila moet gewoon naar school. En vanmiddag hebben we rapportgesprek. Mila heeft afgelopen donderdag een heel mooi rapport meegekregen. En vanmiddag is het gesprek. Dus we moeten heel even kijken. We hebben allebei niet zo zin om daar met 3 kindjes te gaan zitten. Dus we kijken even wie er gaat. Waarschijnlijk wordt dat Marco. Want dat is vaak handiger met Sterre en ja, hij vindt dat ook leuk om te doen. En ik zit natuurlijk heel vaak in de andere rol, de rol als juf. Dus ik weet wel hoe een rapportgesprek gaat. Nu is het voor je eigen kind toch altijd spannend hoor. Je bent toch altijd, of ik ben toch dan altijd bang van, oh, wat als er nou iets heel geks aan de hand is. Want door al die maatregelen spreek je juffen eigenlijk gewoon niet. Je spreekt juffen eigenlijk nu alleen als er echt iets is. Want wij mogen ook nog steeds de school niet in om te brengen of te halen. Dus toch ben je dan een soort van huiverig. Nu had ze een prachtig rapport, dus nou, de pot is bijna leeg. Dus ik verwacht niks geks. Maar toch, ik ga even lekker ontbijtje maken en Mila de broodtrommels vullen. En kijk lekker mee. Deze vlog zal weer van maandag en dinsdag zijn. Wil je een grote of een kleine staart, liefie? Of wel een vlechtje. Nee, dat gaat even niet. Wat wil je? Een grote. Grote? Waar heb je er zin in? Ja. Wat ga je doen vandaag? Naar school. Ga je daar ook eten? Ja. Echt? Kiwi. Kiwi, hè? Ja. Vind je lekker, hè? Woep. En hier. En draai. Ben je er klaar voor? Ja. Zin in? Ja. De meiden zijn klaar. De vlog is aan het exporteren. Ik ben opgemaakt, aangekleed, opgefrist. En het is nog niet eens 7:30. Marco en Sterre liggen nog te slapen. Dus ik ga meteen maar even de vaatwasser uitruimen. Dan is het ook weer gedaan. Heerlijk zo'n ochtend. Ik word hier helemaal blij van. Daarom vind ik het dus totaal niet erg om vroeg mijn bed uit te gaan. Dit meisje vond 7:50 een mooie tijd om wakker te worden. Hé, mop? Dus Marco is nu even de meiden naar school aan het brengen. Want ik moet dan haar voeden natuurlijk. En dat moet ik zelf doen. En de kinderen moeten gewoon naar school. Dus dat zij even aan het doen op de fiets. En dan hoop ik dat het droog blijft. Ze zeggen dat het de hele dag gaat regenen, maar het is nu nog droog. Dus goede hoop, dan ga ik zo nog even goed met de hond uit. En ik heb hier mijn ontbijtje weer. Oh, kwark met eiwitpoeder, stracciatella nu. Vlijfruit, kersen en banaan. Want het vlijfruit durf ik niet te lang open te laten staan. Ik weet nou niet of ik dit al gezegd had. Zo, ik ben even met mijn Benji en met Sterre. Die sliep echt binnen een minuut ongeveer. Die was al zo goed. Als we even frisse neus hadden. Het waait verschrikkelijk weer. Maar het is wel lekker. Even, ik hou daar wel van. Echt een frisse neus. En dan je dag starten.
Het is nu 10 voor 11, maar ik heb echt enorme trek. Dus ik ga even een proteïnefluff maken met groenten, bietjes, zodat ik lekker de vezels binnen heb en eiwitten. En dan hoop ik dat ik heel even voldaan ben. Ik gebruik deze gekookte rode bieten. Ik doe elke keer 2 keer met zo'n zakje. In totaal is het 500 gram. Ik heb hier 189 gram rode bieten. 100 gram diepvriesblauwbessen. 150 gram diepvries aardbeien. En dan 15 gram creamy coconut whey. Deze. Als ik het eerste, voor de eerste keer de bietjes pak, dan doe ik altijd het vocht wat er in het zakje zit bij. Maar dit is de tweede keer, dus dan doe ik er een flinke scheut water bij. En dat ga ik nu in de keukenmachine doen. Nou, even goed mixen heb ik dus echt een mega volle bak. Hij is echt super groot. En de voedingswaarde heb ik natuurlijk ook. Zijn dit. Dus heerlijk genieten. Het is 4:10. Marco is op school voor rapportgesprek van Mila. En ik ben hier. Ze hebben de muur even versierd voor me. Kijk, super fijn. Een nieuw behangetje. Kijk, ik wat camera gaat doen. En ze zijn lekker aan het knutselen, aan het rennen, aan het vliegen. Daar zie je Lauren. Die heeft haar pyjama al aan. Maar Mila heeft ook een pyjama aan, maar geen broek. Dus die kan echt even niet op beeld. We hebben het niet gezien, dus... Ga maar nog een keer eventjes langs. 1, 2, 3, start! Start! Oh, kijk uit! Wee! Volg Mila! Jeetje! En boom! Mila mocht kiezen wat ze wilde eten. En wat koos je? Kom eens. Pastijtje en frietjes. Pastijtje en frietjes. En dus... ik wil frikandel aan mij ook. Ja. En Lauren wilde graag een frikandelletje, maar wij hadden een pastijtje met champignonragoût, hè? Ja. Oh, dat vindt ze zo lekker. En ik vind het zo leuk dat ze dan dat kiest, want dat is niet iets wat ze nooit eet of zo. Ik dacht, die kiest McDonald's of iets in die trant. Maar nee. Oeh, dit meisje zit in sprong nummer 3. En dat is te merken. We zijn erg matchy. Dat is niet bewust. Wat wil je? Ja. Lauren is op school geweest en ze zijn heel druk aan het knutselen, kijk. Met haar ijsjesdoos, dat zijn echt Lauren haar favoriete ijsjes. Ja, dat doe ik ook. Goedemorgen, dinsdagochtend en mijn dag begon weer om, sorry over mijn licht, 5:30. Ik heb mijn coaching toegedaan, ik heb mezelf opgemaakt, opgefrist, aangekleed. De 2 meiden alles geregeld, eten gemaakt voor school, 2 bedden verschoond. Sterren moest ik wakker maken. Het is nu 8:00. Ik heb de raam even dicht gedaan. En wij gaan richting school, dinsdag. Dus Mila gaat naar school, Laura naar de buitenspeelzaal. En dan moet ik ze weer ophalen natuurlijk. Dus... Ik zie een vlag. Zullen we harder rennen? Kijk je uit hier voor alle poep, Mira? Ja. Hoepla. Ja. Ster en ik hebben nog even een iets groter rondje gelopen. Zij ligt nu lekker te slapen en ik ga mijn ontbijt maken. Ik heb hier 300 ml water en 40 gram havermout. En daar doe ik een scoop
Whey bij. Eiwitpoeder in de smaak. Kokos weer. Want ja, ik hou van die smaak. Dus, sorry. 28 gram doe ik erbij. Wat ik er ook bij doe, is 150 gram van deze Bonduelle bloemkoolrijs uit de vriezer. Moet daar wel bij zeggen. Kijk, het ziet er trouwens zo uit nu. Dit ga ik even heel goed roeren. Want als je niet goed de whey erdoor roert als het nog koud is, is mijn ervaring dat je een hele vieze zandstructuur krijgt. Maar even over die bloemkool. Ik voeg het toe zodat ik alvast wat groente binnen heb. Want ik vind het fijn. Ik voel me goed bij echt wel 500 gram groente op een dag. Als het lukt. Ik ga daar niet heel moeilijk over doen. Maar ik vind dat je de smaak niet proeft. Maar er blijven wel een soort harde korrels in zitten. Ben er wel langer door voldaan. Dus ik weet niet zo goed of ik dit nou voor altijd ga doen. Of ik het nou echt wat vind. Of dat ik het nu even doe. Maar weet je, vandaag doe ik het wel door. Onze vensterbank hier aan de voorkant bij de keuken. Die is perfecte hoogte om te staan. Dus ik was mijn vlog aan het editen. En ondertussen is ook mijn ontbijtje af. Ik heb er nog een banaantje op gedaan. En Karlovic chocoladesaus van Afvallen met Brechtje. En dit zijn de voedingswaarden. Ik heb de vlog gewoon bijna helemaal kunnen editen. In de tijd dat Sterren nog sliep. Ik moest alleen heel even heel klein dingetje nog afmaken toen ze wakker was. Maar die staat al te exporteren. Dus dat is super fijn. Ik ben nu helemaal blij. Blij met het uploaden. Ik heb Sterren heel even in de co-sleeper gelegd. Gebruiken we die ook nog een keer. En ik ga heel even ons bed nog verschonen. Ik had er vanmorgen wel afgehaald namelijk. Maar nog niet verschoond. En dat wilde ik wel even doen. Achoo! Gezondheid! Gezondheid! Oh meisje! Wat een hoop! Wat een hoop niesjes! Zo. Hey, wat ben jij blij? Wat ben jij blij? Hi. Ga je me volgen, lieverd? Ben je mij zo aan het volgen? Ja, hè? Ja, hè? Hopla. Kiek, kiek. Hi, meisje. Goedemorgen. Hi. Als je toch kon kletsen, hè, bij je beer. Ja, als jij toch kon kletsen, hè. Wat een gedoe, hè. Moet je daar de hele tijd erbij zijn als mama van alles doet? Er komt er dat jij gewoon zo lekker in de draagzak slaapt. En dan zijn er wat dingen iets minder handig, hè? Ja. Hi, liefje. Och, je bent zo leuk. Je bent zo leuk. Hé, hey, Milotje. Dit doet Marco dus meestal. Ik ben hier echt een ramp in. Ik kan dit. Oh, sorry Ster. Sorry. Ja, krijg je ook deken. Ik kan dit gewoon niet. Niet goed in ieder geval. Nee, dat is ook onzin. Ik kan het wel. Wacht, je ziet echt precies niks. Joyce, knap gedaan. Maar Marco is hier gewoon beter in. Die doet het best wel snel. Die vindt het ook niet zo erg om te doen. Maar ja, als ik vanmorgen de bedden van de meiden had gedaan, dan wil ik zelf ook even een schoon bed. En dat beddengoed is ook alweer gewassen. Dus ik moet ze ook even een was uithangen. Kijk, en die bedden van die kinderen vind ik niet zo erg. Want dat beddengoed is niet zo groot. Maar dit is toch echt rampenplan, jongens. Ja, maar dan kan dit niet zo goed staan. Dan zou Mina zeggen van proberen kan je leren. En daar heeft ze helemaal een punt. Sommige dingen
Dat wil ik eigenlijk niet zo goed leren. En dat is dit. Hé, hey, schat. Kan me wel. Zo. Oh, ik vind dat ik dit best goed doe. Ik ben ook niet eens zo lang bezig als normaal. Zo. Meisje. Zo. Klaar. Hier staat alweer een nieuwe was om te vouwen en op te ruimen. Dat doe ik denk ik vanmiddag wel even. Hupsa. Nou, ik ben nou al blij met wat er vandaag allemaal al gebeurd is. De bedden verschoond, een was gedraaid. Vlog edit. Ik heb net ook mijn tweede coachronde gedaan. Zo. Hupsa. Hierin. Je gordijnen zitten zelfs nog dicht, meisje. Oh, chip. Hallo, wereld. Zullen we ook eens even wat anders aantrekken dan jouw pyjama? Ja. Ja, je ligt nog gewoon in je pyjama. Dat is gek. Dat is gek. Hoi. Hey, poppetje. Chip. Mag ik iets moois uitzoeken? Mag dat? Mag ik iets moois uitzoeken voor je? Oh. Oké. Okay. Oh, gezondheid. Jeetje, meisje. Zo een pakje aan doen weer. Ja? Eerst even een schone luier. Even kijken hoor. Even je pak aan. Dat is fijn. Dat is fijn. Mama houdt van boxpakjes. Kiek, kiek. Hey, je moet nog je druppels. Dat moet mama niet vergeten. Dat heb ik vanmorgen niet gedaan. Oh, vind je dat grappig? Ja. Het is het stil in huis, hè? Als iedereen weg is. Ja. Het duurt niet lang meer, hè? Dan rol jij de hele kamer door waarschijnlijk. Zo. Hoepsa. Nog een armpje. Nog een armpje. Hoepsakee. Knoopjes. Knoopje. 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 En knoopje. We zijn er klaar voor. Hi, liefie. Net met een kleine meisje nog even boven en beneden het een en ander opgeruimd en schoongemaakt. Uitgezocht met haar gewoon op de arm. Maar ze werd heel moe en ze wilde nog even wat drinken. En ze is nu aan de borst in slaap gevallen. Het is nu 11:55. Dus ik blijf gewoon lekker tot 12:00 zo met haar knuffelen zolang ze... lekker slaap, want nu kan het. Nu is het stil en rustig in huis. En ik heb het al vaker gezegd, maar ze wordt natuurlijk groter. Ze is bijna 3 maanden volgende week. En ze wordt gewoon steeds sneller wakker van alles. Dus als haar zussen er dan niet zijn, moet ze er gewoon lekker van genieten. En ik ook. Genoeg gedaan voor nu. Dus ik zit even gewoon lekker op de bank. Ik heb een heerlijk. Ik moet even een beetje moeilijk doen, want ze ligt dus te drinken. Tussendoortje, deze Smart Popcorn Sweet en Salty. Het is echt
mega lekker. Als je houdt van die zoete popcorn uit de supermarkt. Dus met echt dat suikerlaagje. Ja, kan ik hem je echt aanraden. 95 calorieën voor een zakje. Ik heb echt geen idee wat het verschil daarvan is met de popcorn uit de winkel. Maar wat wel handig is, is dat deze in een doos zit met 21 zakjes uit mijn hoofd. En dat je dus heel makkelijk gewoon even één zakje kan pakken. Vind ik ideaal. Dus die gebruik ik. Mocht je hem willen proberen, dan kan je de code Marco gebruiken bij Body & Fit Shop. En dan krijg je 10% korting bovenop alle andere acties die al lopen. Ik blijf nog heel even lekker zitten. Ik zit ondertussen te denken wat ik zo ga lunchen. En dan kan ik Laura halen. Ben je wakker? Hé, hey, we moeten je zus gaan halen. Ga je mee? Ja, ja. Ik dacht, weet je, het is niet echt lekker weer. Dus ik haal heel snel even de stofzuiger erdoor. Niet mega grondig, niet onder de tafel, maar dat geeft niet. En als je net dacht, wat is dat? Dit is even het tafeltje. Hier knutselen de kinderen. Dat kan ik nu wel helemaal op gaan ruimen, maar dat gaan ze vanmiddag toch doen. En Benji stond al in de gang. Die heeft een hekel aan stofzuigen. Ik kwam toch even kijken zoals je zag. Maar vandaar. En het is nu 12:02. We gaan nu naar het peuterspeelzaal. Lauren is thuis. Die zit daar heel even een filmpje te kijken. En ik ga mijn lunch maken. Ik scramble even 3 eitjes in een pan. Die ik heb ingevet met Pam spray. Ik heb op beide wraps 17 gram van die kruidenkaas light gedaan. Daar heb ik de eieren op gedaan. En lekker veel sla erbij. En dan zijn dit de voedingswaarden. Niet varkie? Nee. Wat heb je dan? Kruk en de hond. Ben je nou met een krukje de trap op aan het lopen? Ja. Oh? En dan met een hond. En waarvoor heb je het krukje gepakt dan? Dat je kan helpen. Ja. Je bent een lieverd. Dat wil ik. Oh. Zou ik hem op de zijkant leggen? Ja. Zo? Ja. Ja? Ben ik er ook bij. Je had een leuke dag gehad op school, hè? Ja. Nou, we gingen dansen. Met een echte dansjuf. Mama, schat, je gaat sneller dan mama kan hoor. Moment. Ik kan ook dat. Kan jij dat ook? Ja, bij jou zit hij goed. Bij jou zit hij niet binnenstebuiten. Bij mama wel. Kijk. Oh. Kan je hem ook opvouwen? Oh, goed zo. Zo. Dat is van mij. Dat is allemaal van jou. Zo'n pyjama. Dank je. Ik ga niet meer met jou meedoen. Ga je niet meer helpen? Ben je er klaar mee? Ja. Oh. Ja, voor jou komt de was vanzelf weer schoon in je kast, hè? Wat is er? Ik heb Varkie niet. Varkie ligt beneden, in het raam bij de tuin. Oh. Op de vensterbank. Voorzichtig de trap af, hè? Ja. Oké. Heb je hem? Ja. Goed zo. Ik kom, want ik denk dat je het ziet. Dat ik hem kan zien, dat is fijn. Oh. Ja! Je lievelingsknuffel. Ik hou van Varkie. Je houdt van Varkie. Liefie. Ik ga nu plaatsen staan. Ja, want het is weer perfecte timing. Ik heb net, je ziet echt niks.
Lauwe gaat in de regen en het regent nu weer. En nu moeten we Mila halen. En dan ga ik in de plassen stampen. Ja, dan gaat ze in de plassen stampen. Half uurtje op het schoolplein gespeeld nog. Met een vriendinnetje. En nu zijn we bijna thuis. Ik wilde iets met de kindjes maken. Maar ik had eigenlijk geen zin om weer een mega grote hoeveelheid cake of zo in huis te hebben. En toen dacht ik heb nog bladerdeeg. Dus ze mogen allebei even een appelflap maken. Mama, niet meer down. Waar is dat krukje dan? Nou. Ja. Hier ligt allebei een plakje bladerdeeg. En wat jullie nu mogen doen, is de appel in kleinere stukjes snijden. Kunnen jullie dat? Ja, ik met deze en jij dan. Daarna met die. Kom maar lang, leggen we hem neer. Kijk uit. Leggen we hem neer. Doe zo. Doe maar druk op het mes. Zo. Twee. Drukken, drukken, drukken. En drukken, drukken, drukken. En drukken, drukken, drukken. En drukken, drukken, drukken. Gaat ze? Zo. Kijk uit. En dan snij je mama de haar mee. Zo, nog één? Ja. Oké, let op. En drukken, drukken, drukken. En drukken, drukken, drukken. En drukken, drukken. Goed zo. Goed zo. Wacht even. Ja. Ja. Ja, en laatste. Goed zo. En ik ga de jij daar. Nee, nee, nee. Oh ja, die mag. Sorry. Doe maar. Goed zo. En nog meer. Sterren zegt oei. Ja, sterren zegt. Oh, wacht even. Ja. Druk maar. Je deed het fornuis aan. Zo. Zal ik jouw appeltjes nog ietsje kleiner snijden? Mijne, ja. Leuk. Ondertussen giet ik de rozijnen af. Met het water. Let op, want de rozijntjes zijn warm. Misschien zelfs wel een beetje heet. Oké. Doe mama even bij allebei hier wat van erin. Ik wil dat doen, ik. Wat bij mij. Mag je dit doen bij mij? Ja. Okay. Jij mag hem leeg gooien. Ik hè? Ja. En kaneel erop. Waar gaan we op toetje? Hé, Moppie. Gezellig, hè? Wat lekker kaneel. Hij is lekker leeg. Niet te veel. Want als je te veel... Stop maar, liefie. En Laura wat kaneel. Dan mag jij gaan husselen. Mixen. Lekker, lekker, mixen. Zou ik iets meer kaneel doen? Ja, ja. Ik ook. Oh, maar nee. Doe maar zo op de achterkant tikken. Goed zo, stop maar. En doe maar husselen. Hussel, hussel. Hussel, hussel, hussel. Op een bladerdeeg. Goed zo. Op een bladerdeeg. Dan... Ja. Goed zo. Iemand wil niet alleen liggen, maar ze zitten in de oven. Kwartiertje wachten en dan kunnen ze genieten. Ga je ook weer wegkijken? Marco is ook weer thuis. En de appelflappen zijn klaar. Je gaat ook je appelflap proeven, toch? Ga je ook appelflap proeven? Lekker zijn. Ja? Heb je hem goed gemaakt? Mama is heel benieuwd. Proeven. Lekker. Lekker? Het is wel een goede tijd, om 4 uur nog een appelflap. Ja, dat is lekker zo voor het avondeten. Dan, Mama, perfect. Perfect ook echt. Liefie. De reden dat ik het vanmorgen nog niet opruimde. Lekker aan het knutselen, meiden. Ja.
Ja, ik ben een nummer 11 jurk aan het maken. Wauw. Voor mij, dus we hebben bij de 18e een verjaardag. Oh, leuk. Eten is klaar. 2 no fairy tale wraps met sla, Rivera gyros en curry. En de voedingswaarde. Lekker gegeten. En nu ga ik even lekker douchen. Dat scheelt me 's ochtends nogal veel tijd. Dus ik pak vast kleren. Ik ga douchen, tandenpoets, make-up eraf halen. En dan de grote meiden op bed leggen. Dat doet Marco eigenlijk altijd als hij thuis is. Dan kan ik sterren voeden. Coachen en dan op een gegeven moment lekker slapen. Ik ga deze vlog voor nu afsluiten en morgen open ik een nieuwe. Super bedankt voor het kijken en ik hoop dat je morgen weer kijkt. Bye, mama. Doei doei!